De snelheid waarmee de dingen gaan, die laat zich eigenlijk het best weergeven in dit grafiekje. Wij zitten in een tijd waarin onze kennis en de informatie, de wetenschappelijke artikelen, de data exponentieel groeien in een bloedstollend tempo. En we zitten nog maar aan het begin van die curve. Als je even niet oplet, dan ben je gezien. Wie had er nou gedacht 10 jaar geleden, dat Microsoft een bedrijf zou zijn dat eigenlijk de boot zou missen. Schakel expertise in. En anders loop je de kans dat je binnen de kortste keren out of business bent, gesloten, te laat. En het is dus belangrijk dat je blijft leren. Dank u wel. E staat voor enablement, dus dat is het mogelijk maken van de business vraagstukken die er spelen, maar ook de komende business vraagstukken. En de I staat voor inspiratie en die wil ik eigenlijk wat breder trekken. Dus dat is niet alleen IT, maar dat is eigenlijk technologie als geheel. Die moet inspireren om de business op een andere manier te kunnen gaan doen. Kom uit je comfortzone en ik hoef niet uit te leggen waarom. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen. En zeker als je een nieuwe IT wil vormgeven en nieuwe strategie wil vormgeven, is het vooral belangrijk dat je uit je comfortzone komt. En het is een cliché, maar je moet het samen met de business doen. Denk ik, de organisaties die succesvol zullen zijn en willen zijn, die zullen hun innovatie inzetten, hun IT gebruiken om innovatief te zijn, hun enabler te creëren en daarbij nieuwe technologieën in te zetten om slagvaardiger richting hun eigen core business te zijn. En als je nu stopt met leren en je denkt dat gisteren goed was, morgen goed genoeg is, dan kan ik je beloven dat dat overmorgen absoluut niet meer het geval is. Je moet mee, je moet veranderen en het is een geïntegreerde infrastructuur die we aan het bouwen zijn. Dus het gaat van links naar rechts over alle disciplines. Dus probeer er niet één ding uit te halen en dat goed te doen, maar bekijk het integraal.
Jullie allemaal bedankt voor de komst. Goede reis naar huis en graag tot volgend jaar. Dank u wel.